Robert van Galen en Lisbeth Roders, jullie hebben nieuws. Ja, we hebben nieuws. We hebben besloten om de D66-fractie in Tiel te gaan verlaten. Dat betekent dat D66 Tiel implodeert. Ja, helaas wel. Dat was niet onze intentie, maar daar is het wel op uitgedraaid. En dat vinden we jammer, maar we zijn vol goede moed om verder te gaan, om democratie in Tiel in een nieuw, fris daglicht te stellen. Waarom deze beslissing, Robert? Nou, we voelden ons onvoldoende gezien en gehoord binnen de fractie. Kijk, D66 is ooit opgericht, 50 jaar geleden, om wat te doen aan bestuurscultuur in Nederland. En nou, dat gaat over bestuur op basis van gelijkwaardigheid, een goede open communicatie, het debat in het publiek, dus in de raadzaal en niet achter gesloten deuren. En daarin voelden wij ons steeds minder gekend en gehoord. Kunt u daar voorbeelden van noemen? Nou, ik wil liever niet op voorbeelden ingaan, want dat is een interne aangelegenheid. Dat vind ik iets wat binnen de fractie heeft gespeeld. Wij voelden ons op een moment niet meer op ons gemak binnen de fractie. Dan ga je, nou, net als in een huwelijk, ruzie maken. Dan wordt het steeds vervelender. En dat was op een moment niet meer op te lossen. We hebben dat op allerlei manieren geprobeerd. We hebben mediation gehad. We hebben echt allemaal ons best gedaan om het beter te krijgen. Uiteindelijk is dat gewoon niet gelukt en hebben we besloten dat er eigenlijk geen goede oplossing was. Want dan wordt het negatief. Dan ga je alleen maar ruzie maken. En net als in een huwelijk kan je beter gaan scheiden dan en proberen er toch iets van te maken en apart verder te gaan. En daar hebben wij voor besloten. Hebben jullie nu al een boodschap voor de Tielse politiek? Nee, we gaan de komende maanden, zomermaanden, eens goed nadenken over hoe wij invulling gaan geven aan onze raadlidmaatschap. Dat zal eigenlijk blijven zoals we dat gedaan hebben. Alleen zal het veel zichtbaarder en aanweziger zijn in het publieke debat. En voor de komende tijd nemen wij even een time-out. Want de druk op ons is heel groot geweest. We hebben geprobeerd met mannenmacht om te voorkomen dat D66 uit elkaar zou vallen. We zijn al lang lid. Ik ben zelf al meer dan 20 jaar lid. Dus ja, die partij gaat me wel aan mijn hart en de uitgangspunten van die partij. Maar ja, op een gegeven moment moet er van beide kanten wat ontstaan om het tot een succes te laten komen. En dat is niet gelukt. Nou ja, dan zoek je een andere weg en ga je verder met het mandaat dat je van de kiezer gekregen hebt. Tot slot, de naam van de nieuwe fractie? Daar gaan we dus deze zomer even over nadenken. En daar hebben we gelukkig even de tijd voor om het stof een beetje neer te doen dalen. En we proberen aan het einde van de zomer voor de volgende raadsvergadering met een naam te komen en ook een verklaring hoe we verder willen en waar onze speerpunten zullen gaan liggen.